Nou Mark, het is een indrukwekkende Scania. Dankjewel. Wat doe je ermee? Hoofdzakelijk rijd ik nu in beton. En dan deze trailer die erachter zit, dus als het rustig is, dan één keer in de zoveel, in de twee maanden zeg maar, dan is het wel een keer rustig. En dan knippen we deze erachter. En dan gaan we daar nog even mee. En normaal hangt er een mixer achter? Nee, een kraanauto. Met een kraan. Met zakken beton of wat? Vloerplaten. Vloerplaten beton? Ja, knalplaatvloeren. Oké. Okay. Nederland, België? Binnenland. Alleen Nederland. Heel Nederland. Is leuk werk? Ja. Ja, zeker. En een mooie auto. En nog mooi proberen te houden. Zullen we kijken? Ja, is goed. Het is een stijl die jullie, geleend hebben. Of niet? Nou, Piet is mijn schoonvader. Ja? En die heeft vroeger, die heeft zijn bedrijf nu verkocht, PJ Hogedoren. Mm-hmm. En die stijl wouden wij gewoon meenemen, omdat het toch een Hogedoren is. En we mochten de kleuren niet gebruiken. Die heeft hij verkocht. Met de naam en de BV helemaal, die heeft hij toen verkocht. Mm-hmm. En daarom hebben wij een andere kleuren, ook een frissere, nieuwe stijl. Ben je er blij mee? Heel blij. Had je niet liever gewoon een hele nieuwe eigen ontwerp willen maken? Nou ja, ik heb wel zoiets van, mijn schoonvader heeft er wel verstand van. Hij doet het al jaren. En ik vind de stijl mooi. En je hebt een V8 logo erin, gepaintbrust neem ik aan. Ja. Zullen we even binnenkijken? Ja, dat mag. Ik zie weer grijs, veel grijs. Rode lampjes in het plafond. Zwart. Het is heel strak en simpel. Strak, ja. Simpel, ja. Ja, het schreeuwt niet. Nee, het moet gewoon, ik vind een strakke auto, er moet een strak interieur bij. Ja. Ja. En wat zien we op de afbeelding? De afbeelding, de 143 van mijn schoonvader. Waar hij het zelf het laatste mee heeft gereden. En dat was ook weer een dingetje gewoon. Dat wou Anna ook graag, die heeft dat eigenlijk helemaal bedacht. En je hebt wel de noem je de naaf? Ja. De naaf gespoten? Ja. Gewoon dezelfde kleur als de auto heeft. Gelukkig staat nu de zon erop. En dan glimt het ook heel mooi, hè? Ja. Ja, en een spatlab, dus je hebt de Scania ontworpen. Hebben ze zelf erom gehangen. Wat is dat met die naam? Ik bedoel, het is... Die naam gebruiken we al 50 jaar niet meer, volgens mij. Nou, laat ik overdrijven. 40 jaar? Wat is dat toch met die naam? Waarom wil je dat erbij hebben? Scania Fabus. Ja. Ja. Goeie vraag. Dat is toch gewoon de naam, toch? Jij was er niet eens nog. Nee, dat klopt. Maar je hoort het overal. En daarom zeg ik zou het voor de rest niet echt weten. Ik hoor het ook gewoon. Chauffeurs zeggen allemaal bij ons. Scania Fabus. Fabus, ja. The world is yours. Ja. Wiens thema is dat? Dat is mij, dat heb ik zelf verzonnen. Dat is van een liedje. Het was gewoon mijn idee bij die auto. Het is gewoon af. En ja, dan is het gewoon de wereld voor jou als je daarin rijdt. Ik wens je veel succes. Dank je wel. De verkiezing van de mooiste truck van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door BF Goodrich. Real tires for real truckers.